Goedenavond iedereen. Vandaag is het voor mij een uitdaging om 12 minuten te spreken. Voilà. Dus eerst dank u aan TEDx Flanders en PAJ om mij hier vandaag uit te nodigen. En met jullie te mogen spreken en mijn ideeën te mogen delen. Vandaag zou ik het graag willen hebben over migratie natuurlijk, integratie, assimilatie en allerlei andere zaken. Ik ben Senegalees, zoon van een immigrant, zelf migrant en vader van jonge Belgisch-Senegalezen. Dus een hele illustratie ook van die hele migratiegeschiedenis. En vandaag, ter gelegenheid van die 50 jaar migratie, waar wij stilstaan bij het moment waar Vlaanderen, België en verschillende andere Europese landen voor hun economische vooruitgang nood hadden aan werkkracht. Nood hadden aan mensen die bereid waren om het beste van zichzelf te geven voor de vooruitgang van deze land, voor het opbouwen van deze land. In de loop van de jaren, deze mensen die men gastarbeiders noemde, hebben hier kinderen van de eerste generatie, tweede generatie, derde generatie, die nog altijd als gasten worden beschouwd. Of als gasten worden behandeld. Maar niet als volwaardige burgers. En daartegenop heeft men één antwoord: integratie. Integratie en beleid, die sommigen zullen zeggen, integratie leidt tot assimilatie, wordt zoals ons dan zul je kunnen genieten van al uw rechten. Maar wat men soms vergeet is, een recht is een recht. Een recht wordt niet gegeven. Een recht is een evidentie zelf. Hè? Een recht om een goede huisvesting. Recht om werk, om degelijke levensomstandigheden. Recht om niet in armoede te leven. Recht om niet gesegregeerd te worden. Recht om niet gediscrimineerd te worden. Dat is de evidentie zelf. Dat is de basis van een menswaardige behandeling van een andere medemens. Maar het hele discours van integratie, die niet eigenlijk uitgevoerd is door extreemrechts, maar eigenlijk overgenomen is van extreemrechts, werd als beleid ingevoerd. En die nu zo vanzelfsprekend is dat niemand zich daarbij vragen stelt. En wat men soms vergeet is ook dat integratie niet vertrekt van de meerwaarde van migratie. En ik wil hier nog iets benadrukken. Migratie is een meerwaarde. Migratie is een kans. Migratie is een kans voor Vlaanderen, voor België, voor Europa om mee de trend te oppikken van mondialisatie. Om mee in de vooruitgang te gaan. En als men die migratie niet als kans grijpt, die kans om innovatief te zijn, die kans om creatief te zijn, dankzij migratie. Vele grote naties zijn groot geworden dankzij migratie. De hele wereldkaart werd bepaald door migratie. Maar nu, vandaag de dag, is migratie eigenlijk geproblematiseerd. En elke creativiteit komende van die migratie wordt onderdrukt. En elke oproep of elke bijdrage wordt gezien als geklaag. En dat veroorzaakt polarisatie natuurlijk. Eigenlijk luistert men zelf niet naar elkaar niet meer. Men praat naast elkaar. Een meerderheid of establishment voert een monoloog.
en ontkent een deel van zichzelf. Omdat ondertussen die migratie na 50 jaar is niet iets apart. Dat is een onderdeel van het hele geheel. En zo zou het eigenlijk behandeld moeten worden. Men zou zelf, vandaag begint de wereldbeker, dus ik zou een metafoor kunnen gebruiken, de Rode Duivels. Het is een team. Een team moet niet per se winnen, hè? Maar een team moet samenwerken. En al die verscheidenheid vormt juist die geheel, die sterk geheel. Een sterke maatschappij. Een sterke maatschappij die eigenlijk gedreven wordt door de wil om een gezamenlijk ideaal te bereiken. En momenteel, vandaag de dag, denkt men alleen dat er een bepaalde elite misschien die ideaal wil bereiken, en de andere niet. En daarom zou ik eigenlijk willen zeggen dat al die mensen die men als activisten, roepende activisten, of mensen die graag te politiek correct zijn, willen zijn, al hun oproepen zijn eigenlijk geen geklaag, nee. Dat is een bijdrage. Die willen een cadeau geven aan de maatschappij. Een cadeau eigenlijk om gewoon in die context van mondialisatie zich te kunnen hernieuwen, mee te kunnen draaien en niet achter te staan. Ik ben het wel eens met het concept van integratie op ene voorwaarde. Dat men beseft dat er een verandering aan te komen is. Die verandering is er. En wij moeten ons allemaal integreren aan die verandering. Niet alleen de migranten, hè? Bedoel ik hier. Dus voor degenen die schrik hebben dat ze allemaal een nieuwe inburgeringcursus willen, dat wil ik niet invoeren. Dus, hè? Nee, er is verandering. En aan die verandering moeten we ons allemaal aanpassen. Maar om ons aan te passen aan die verandering, moeten we naar elkaar luisteren. Omdat die oplossing bevindt zich niet in ene kamp, die bevindt zich overal. Maar er moet ruimte gecreëerd worden om die bijdrage mogelijk te maken. En dat is eigenlijk de hele kwestie. En daarom vind ik eigenlijk het integratiebeleid die vertrekt eigenlijk vanuit het problematiseren van migratie een verkeerde beleid. Ik heb liever een inclusieve beleid die vertrekt vanuit het besef dat migratie een meerwaarde is. Dat van uw recht genieten geen gunst is, maar gewoon een recht. Dat het niet abnormaal is om een eerste minister te hebben met welke kleur dan ook. En vandaag de dag, deze jaar, men spreekt heel veel over 50 jaar migratie, maar 100 jaar geleden, omdat het is ondertussen 100 jaar geleden, werden onze voorouders ongevraagd naar hier gehaald in Ieper en Diksmuide, in West-Vlaanderen, om hun bloed te vergieten. Om deze land te bevrijden, om Europa te bevrijden, mee te bevrijden met alle andere Canadezen, Britten. Er waren Marokkanen bij, Algerijnen, Senegalezen, heel veel Afrikaanse landen, die hier hun bloed hebben vergoten. En een kogel discrimineert niet. Dus in herdenking van die bijdrage ook nog, moeten we stilstaan bij het feit dat naast die labels, achter die labels, staan mensen. Niet migranten, niet buitenlanders, mensen. En een inclusief beleid vertrekt vanuit die ding. En er moet een nieuwe paradigma komen, een verschuiving. Waar men vertrekt van die individuele kracht, die creativiteit die er is en die alleen vraagt om gebruikt te worden. Maar men benut die niet. En eigenlijk al die acties en reacties
die jullie van een of andere horen? Zijn een voorstel, zoals ik al eerder zei, een cadeau dan, om mee deze maatschappij op gang te trekken. En zoals iemand mij juist zei, wij leven in een museum en wij stellen voor om die te renoveren. Dat is een mooi gezicht van iemand. Hè? Denk u eens in. En daarom ook moeten wij aan elke van jullie, als mensen dan, moeten wij het terrein veroveren. En niet bang zijn en niet onze bewegingen bepaald te laten worden door een extreem discours, een discours van angst. Een discours van terugtrekking, identitaire terugtrekking. Een discours die insinueert dat ene cultuur het meerder waardig is dan de andere. Een discours die regels opstelt en die andere mensen verplicht om die regels te volgen, zelfs als die regels niet iedereen gelijkwaardig behandelen. Wij moeten onze maatschappij in vraag durven te stellen. En niet verschillende extremen laten om het discours te voeren, om het discours te overnemen van ons. En niet ook niet de symboliek van vrijheid te overnemen van ons. Als ik deze teken doe vandaag, zouden sommige mensen van jullie denken dat ik... ik zal het niet zeggen hier vandaag. Jullie weten wat ik bedoel. Voilà. Terwijl dat grote mensen die hun leven hebben gelaten, gestreden hebben voor rechtvaardigheid, deze teken deden als teken van vrijheid, van gelijkheid. Maar nu heeft die teken een heel andere connotatie gekregen. Omdat wij juist het laten doen. En dat moeten we juist niet doen. En het is juist hetzelfde met het discours. En daarom vandaag zou ik jullie willen voorstellen, als jullie geloven dat wij, zoals 100 jaar geleden, deze maatschappij vandaag, moeten bevrijden van hun angsten. Dat jullie deze teken met mij doen. Dank u, Peter. En deze is geen teken van angst, maar bevrijding. Bevrijding van de angst van de anderen. Bevrijding van het geloof dat men meerderwaardig is dan de anderen. Bevrijding van ontwijtenheid. Wij moeten allemaal soldaten zijn van die bevrijding. En ons wapen is onze stem. Onze schrift. Onze wilskracht om bij te dragen. Omdat deze maatschappij is niet de hun of van die of van die andere. Het is die onze. En het is onze plicht ook om niet te stil te staan en toe te kijken. Men hoort veel meer wat sommige extreem rechtse ideologen te zeggen hebben dan anderen. En het zou niet moeten.
Jullie zouden allemaal jullie stem moeten ophijsen. En meegaan in die verandering. Niet de verandering van deze, hè? Maar die verandering die al effectief is. Die maatschappelijke realiteit die jullie vandaag zien, maar die veel te vaak geproblematiseerd wordt. En de politiekers, de beleidsmakers uitnodigen om het anders te doen. Dus in herdenking van de soldaten die 100 jaar hier waren, in herdenking van de moedige mannen en vrouwen die 50 jaar hier zijn gekomen in een onbekende land en die alles hebben gegeven om een beter leven voor hun kinderen te bouwen, voor die hebben we niet het luxe om niks te doen. Dus laat uw stem horen. Laat uw schriften gelezen worden. En laten wij van paradigma verschuiven en van een integratiebeleid naar een inclusiebeleid gaan. Dus ik nodig jullie allemaal om recht te staan voor die 100 jaar en voor die 50 jaar. Alsjeblieft.